Ronald. One night in Amsterdam, be there. The freedom, we sa cro cro, we sa do do. Waste the freedom, waste the freedom. Lay a trust of your leg, scam your knit on your leg. Goedendag, welkom. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van ons programma De Nieuwe Politiek. En vandaag zullen we dus dan over enkele onderwerpen praten. We gaan een paar vraagstukken bekijken, zou men zeggen. En we praten daarover met, zoals ik eerder heb aangekondigd, de heer Emmanuel Schiek. Nu heb ik het wel goed gezegd. We gaan praten over nieuw leiderschap. Iedereen vindt dat de huidige politieke partijen, de grote politieke partijen zoals ABOP, NDP, VAP, NPS, die doen het niet goed. We moeten nieuw leiderschap hebben. Maar waar haal jij de nieuwe leiders? Hierover praten wij met Schiek. En later praten wij natuurlijk over de actuele zaken zoals de Mennonieten en het beleid van deze regering. Welkom in onze uitzending. Yes, thank you for having me. Ja, moeilijk om je hier te krijgen elke keer, hè? Ja, ik ben iemand die gestructureerd werkt en ik maak ook mijn agenda gestructureerd. Dus het is vaak moeilijk om gewoon ineens even erin te kunnen schuiven. Inderdaad, begrijpelijk. Maar goed, ik wil met je gaan praten over mijn hoofdonderwerp. En het gaat echt over leiderschap. We moeten nieuw leiderschap hebben in Suriname. Ja. Dat wordt gezegd. Ik ga na verschillende meetings, vergaderingen. En elke keer hoor je weer van, we hebben nieuw leiderschap nodig in de politiek om Suriname hoger op te brengen. Mm-hmm. Maar waar haal jij die leiderschap? Dat is de vraag. Of dat leiderschap, dat is de vraag. Waar haal je dat? Waar haal je? Ja. In de samenleving, simpel gezegd. Kijk, iedereen heeft het over de oude politiek en de oude politiek heeft het verpest. Klopt, maar dan moet je gaan definiëren wat is de oude politiek. Ja. En de oude politiek hoeft niet per se te zijn de oude politieke partijen. Ja. Maar de denkwijze en de inborst van de mensen in die partijen. Dat is een oude denkwijze. Denken langs raciale lijnen, denken langs partijdiscipline, dat soort zaken. Dat hebben we niet nodig. Dat moet allemaal eruit. Waar wij naartoe moeten gaan, is visie en is ideologie. Mm-hmm. We moeten ons aansluiten bij ideologie. En ik zeg vaak tegen mensen, ik ondersteun geen mensen en ik ben geen fan van mensen. Ik ondersteun beleid. Ik ben een fan van beleid. Dus als je goed beleid voert, als je goede beleidsvoornemens hebt
en dat ook als zodanig uit en implementeert, dan kan ik dat ondersteunen. Maar het moment dat je slecht beleid gaat voeren, mm-hmm. heb je mij niet aan je zijde, dan ga ik je ook netjes bedanken. En dat is waar je dat nieuwe leiderschap gaat vinden. Je moet mensen hebben die met frisse perspectieven kunnen denken, het werk kunnen uitvoeren op een frisse en nieuwe manier. Niet zoals het al die tijd is gegaan. Dat we eerst kijken naar hoe kunnen we onszelf bevoordelen. Mm-hmm. Hoe kunnen we onze mensen regelen. Hoe kunnen we alles en iedereen in onze kringen faciliteren. En als er ruimte is, dan gaan we even kijken om iets voor het volk te doen om ze een beetje happy te houden. Ja, maar dan, je zegt, wanneer we praten over de oude politiek, dan is het niet per se, zijn het niet per se de oude politieke partijen. Maar wat wij traditioneel zien, toch, wat leiderschap betreft in de oude politieke partijen, is wat wij niet meer willen. Ja, en dat is omdat... Dat is dat ding. Dus je koppelt toch wel dat van... oude politiek met oude politieke partijen. Ja, omdat dat gewoon de makkelijkste manier is om het te doen. Makkelijkste of is het zo? Nee, het is de makkelijkste manier. Kijk, de moeilijke manier is om te zeggen, we hebben geen extra politieke partijen nodig. We hebben al zoveel politieke partijen. We gaan eisen dat die interne partijdemocratie daadwerkelijk gaat leven binnen die partijen. Want allemaal zeggen, ja, het werkt en we hebben het en we hebben structuren en we hebben dit en we hebben dat. Klopt, maar die structuren zijn zodanig ingericht dat het toch een bepaalde groep is die bepaalt wat er gebeurt. Ja. En je hebt daar die vernieuwing nodig in die denkwijze en die verandering, zodat je niet alleen maar mensen hebt die vastgeroest zijn in een bepaalde denkwijze en opgegroeid zijn in een bepaalde denkwijze, die bepalen wat de richting is van de partij of wat de ideologie is die de partij aanhangt. Want dat is wat je krijgt. En het gaat er nou niet om of je jong bent of oud bent. Het gaat om wat voor denkwijze heb je. Op welke manier kijk je naar zaken en wat is voor jou belangrijk? Is voor jou belangrijk de nationale ontwikkeling of is voor jou belangrijk dat je partij een goede beurt moet maken en dat iedereen binnen je partij en je partijstructuur happy moet zijn. Want dat zijn twee verschillende dingen. Ja, ja. Wanneer je DNA-leden hebt bijvoorbeeld en ze zijn in de coalitie het ene moment, dan praten ze de regering naar de mond. Alles dat van de regering komt is goed en alles dat van die coalitie is, daar stemmen ze lekker mee. Het moment dat ze in de oppositie zijn, als er iets is dat van die regering komt en het is goed, maar het past niet in hun straatje, stemmen ze tegen of ze zich onthouden zich van stemmen. Ja, ja, ja. Ze verdwijnen uit de zaal misschien. En dat wil dus zeggen dat jouw inborst als persoon, jouw denkwijze, niet past binnen een volwassen manier van politiek voeren. En dat wil dus zeggen dat je een oude politieke ideologie aanhangt. Dat wil zeggen, wat van mij en mijn mensen is, daar ga ik voor. Wat niet van mij en mijn mensen is, daar wil ik niks mee te maken hebben. En tot nu toe hebben we dat gehad. Tot nu toe hebben we dat gehad. Dat is eerlijk, tot nu toe hebben we dat gehad. Dus daar, ik blijf erbij, we kunnen zo makkelijk de oude politiek koppelen aan de oude politieke partijen. Ja, en weet je waarom het in stand gehouden wordt? We hebben een nieuw kiesstelsel gehad, toch? Zogenaamd, hey, one man, one vote, one value. Ja. Nieuw kiesstelsel, iedereen maakt gelijke kansen. Nee, wat is gebeurd in 1987, toen de grondwet goedgekeurd werd, toen we een referendum hebben gehad, hebben een paar van die politieke partijen die er toen waren, hebben ons heel slecht geïnformeerd over wat er allemaal in stond. Mm-hmm. Omdat ze voor zichzelf zaken bewust niet goed hebben geregeld, is één. En twee, ze hebben bepaalde zaken zodanig geregeld dat het in het voordeel is van de politieke partijen. Ze hebben een machtspositie voor zichzelf geregeld en dat is er nog steeds met die nieuwe kiesregeling. Ja. Want wat je nu hebt, ja, in alle districten heb je landelijke evenredigheid, maar de waarde van de stemmen is nog steeds niet gelijk. Want wij kiezen volksvertegenwoordigers. De president wordt indirect gekozen. Wij kiezen volksvertegenwoordigers en die kiezen een president. Maar wat je nu krijgt,
is dat die kiesregeling nog steeds gestoeld is op een partijenstelsel. Dus als een partij 6000 stemmen heeft gehaald, maken ze aanspraak op één zetel. Ja. Dat is hoe dat werkt. Maar als een partij 30.000 stemmen heeft gehaald, maken ze aanspraak op 5 zetels. Maar als nummer 6.000 stemmen heeft gehaald, dan komt die sowieso binnen. Maar als nummer 1 op die lijst de rest van die 24.000 zetels heeft gehaald, stemmen heeft gehaald, dat komt die binnen met 1 zetel. Ja, en die andere. En die andere, ook al hebben ze 1 stem, ja, die komen binnen. Ja. En dat maakt dat dus de waarde van die stemmen niet evenredig is. En dat gebeurt dan ook wanneer iemand uittreedt, dan komt de volgende op die lijst van die partij komt in de plaats. Zelfs als die 0 zetels, 0 stemmen zou hebben. Bij wijze van. Wat wij zouden moeten hebben, is dat we gaan naar een daadwerkelijke evenredigheid, een gelijke waarde van iedere stem. Dat wil dus zeggen, de 51 mensen met het hoogste aantal stemmen, die komen binnen, ongeacht van welke partij ze zijn. En als iemand uittreedt, komt de eerstvolgende persoon met de meeste stemmen binnen. Ja, ja. Want wat je dan zou krijgen, is dat je die partijen zou dwingen om goede mensen op die lijst te zetten, in plaats van gewoon populaire mensen. Ja, ja, ja. En dan zou je dus een nieuwe denkwijze krijgen. Want die populaire mensen over het algemeen zijn ook geliefd bij de partijleiding, ja, ja, omdat ja, ze ook de partijleiding naar de mond praten. En ook die oude gedachten vasthouden van, hey, we zitten hoe Rivko. En ik heb van een heleboel mensen die betrokken zijn bij de huidige coalitiepartij, heb ik gehoord van, ja, nou na uno beurt, hoe dit, dus we moeten nu onze dingen regelen. Maar dat is niet de manier hoe je moet kijken daarnaar. En Surinamers over het algemeen, we zijn heel vergevingsgezind. En als je een beetje stilt, ga je normaliter geen issue krijgen met de samenleving. Zolang je ervoor zorgt dat zaken voor de samenleving goed gaan. Maar het moment dat je begint je friends en family te accommoderen en je zakken te vullen en overal waar het maar kan, alleen te denken aan jou en je achterban en niet kijken naar de daadwerkelijke noden van het volk en nog minder naar de noden van het land, dan worden mensen boos. En dan gaan we emotioneel stemmen om de 5 jaar en dan gaan we wegstemmen in plaats van dat we stemmen voor verbetering. Want dat is wat we hebben gedaan de afgelopen keer. Ja. Mensen zeiden, nee, het kostte wat het kost, anything is beter dan deze mensen. Maar ze hebben niet nagedacht over wat er komt. En we hebben het vaak over stabiliteit en predictability. Dus je moet kunnen voorspellen, want je moet kunnen plannen. Eén ding heb ik geleerd met wisseling van ministers, maar ook met de wisseling van school en van docenten en noem maar op. Mm-hmm. Je hebt het ook zelf met vrienden. Van wat je hebt, weet je wat je hebt en weet je wat je eraan hebt. Van wat je niet hebt, weet je niet wat je eraan hebt. Dus het kan beter gaan, maar het kan ook slechter gaan. Dus je moet nadenken voordat je die keus maakt. Maar denk je dat door alle druk en alle situaties in het land mensen de ruimte hebben om na te denken over de wijze hoe ze moeten gaan stemmen? Natuurlijk hebben ze de ruimte om na te denken over hoe ze moeten gaan stemmen. Als mensen de hele tijd kunnen bezig zijn met commentaar geven op Facebook en alles aangeven wat verkeerd is en hypen over een situatie met een boek. Daar hebben mensen wel de ruimte om in te zien van, kijk, deze dingen zijn fout. Wat dat wil zeggen is dat wanneer je een keus gaat maken, dat je moet kijken wie dat soort dingen ook doet. En wie die inborst heeft, zodat je niet voor die mensen stemt. Maar wat we doen, heeft dit nu gedaan? Volgende keer stemmen we op die andere man en we zien wel. Of heeft dit nu gedaan? Ja, maar allemaal doen dit, maar we willen hem nu niet meer, dus we nemen hem. Ja, maar doordat het volk afhankelijk is, zou je kunnen zeggen, van politici. Je ziet duidelijk, of van politieke partijen, van mensen van de regering, we zijn echt
afhankelijk. Zelf als je een baan hebt, hè, ben je zo bang dat ik niet kan zien, want de man weer misging. We zijn echt afhankelijk. Hoe komen wij uit die positie om beter te gaan nadenken over wat we willen? Want ik zag het bij bijvoorbeeld de vorige verkiezingen. Bepaalde mensen hebben gestemd voor een bepaalde partij, gewoon omdat ze weten van, hé, heeft mijn pot de man zien? Mij zat ik de man broer, ja. Maar dat helemaal zit me de man zit me, of mij zit kon bak, en moet dan in als zit kon door, heeft ja. De man kon aan de macht maken. Want je bent afhankelijk. Ja. Hoe halen wij het volk uit die positie? Want dat speelt nu. Wij kunnen het volk niet uit die positie halen. Het volk moet dat doen. Het enige wat wij kunnen doen, is mensen educaten. Ja. Mensen wijzen op de problemen, op de fouten en informeren over hoe het anders kan en wat allemaal anders kan. En het ligt aan hun om voor zichzelf een besluit te nemen over of ze daadwerkelijk iets anders willen. Want ik kan geen loop tegen je hoofd houden en zeggen, nee, je moet niet op hun stemmen, je moet op hun stemmen. Als je niet op hun stemt, dan schiet ik je door je hoofd, want dan ben je dom. Dat werkt niet. Wat moet gebeuren is, ik leg jou rustig uit van kijk, ja, het zijn grote politieke partijen of ja, het zijn bekende politici en ja, ze hebben misschien ervaring in DNA en in het bestuurlijke. Maar wat je ook hebt gehad al die tijd met hun ervaring, zij is ook heel ervaren geworden. In het stelen, ze zijn heel ervaren in corruptie, ze zijn heel ervaren in zichzelf en hun vrienden en familie verrijken. Allemaal ten koste van het land en ten koste van de samenleving. En daar heb je een alternatief daar. Het is misschien een jongere persoon of het is iemand die misschien niet zo bekend of populair is. Maar het is wel iemand met kritisch denkvermogen, die goede ideeën heeft, die goed weet na te denken, die goede verbanden weet te leggen en die een goede ontwikkelingsvisie heeft ontwikkeld. Ja. En tenminste weet waar het over gaat, die geen ervaring heeft met die corruptie en met zichzelf verrijken. Dus de kans dat die persoon daar gaat en die handelingen gaat plegen zonder dat je het doorhebt, is veel kleiner. En je kan of vasthouden aan wat er al die tijd is gebeurd. Of je zegt, we gaan naar die nieuwe optie en we gaan die persoon ook kritisch begeleiden. Want nadat ik heb gekozen, moet ik ook die begeleiding geven om ervoor te zorgen dat die persoon geen focus verliest, maar weet waar we naartoe moeten gaan. Er is een vraag hier voor je, hoor, maar ik wil toch deze vraag eerst stellen. Je kan binnen alle politieke partijen goede kandidaten hebben. Ja. Echt goede kandidaten, maar de cultuur van de partij speelt een rol. Want je kan heel goed zijn, je gaat in de partij, a cultuur van partij broeia, zit je vast in het systeem. Hoe deel je met zoiets? Kijk, je hebt twee dingen die je moet onderscheiden. Je hebt goede mensen binnen partijen en je hebt verkeerde partijprioriteiten. Ja. Ja, partijen die een bepaalde ideologie hebben, een bepaalde ontwikkelingsvisie en ze hebben nagedacht erover, daar heb je iets meer houvast dan partijen die ad hoc zaken doen. Toch? Want die ideologie is duidelijk, er is een kader waar langs een heleboel van de dingen die de partij doet, waar de partij voor staat en waar de partij voor gaat, is een kader waar langs dat gebeurt. Dat geeft meer vertrouwen en meer houvast dan een partij of een persoon die dat niet heeft. Want ik kan jou wel beoordelen op die kaders die jij hebt gesteld voor jouzelf als collectief. Ja. Ik kan wel zeggen van, oké, weet je, je hebt gezegd dat dit is waar je wil gaan met Suriname. Dit zijn de stappen om daar te komen. Zet jij intern, maar ook wanneer jij in een bepaalde positie bent, zet jij wel stappen die daarbij aansluiten. Als dat ja is, dan is het oké, daar hebben we een houvast. En dan nu gaat het om de mensen die jij op bepaalde plekken zet om invulling te geven daaraan. En als ik zie dat jij prioriteit geeft aan mensen die ja knikken in plaats van mensen die het kritisch denkvermogen hebben om het werk te doen,
dan weet ik dat ik eigenlijk niks aan je heb. Dus dan heb je wel die ideologie en je doet wel moeite om langs die kaders te werken, maar je zoekt de grens van die kaders op. Je wil niet centraal binnen de kaders blijven. Je gaat steeds de grenzen opzoeken, zodat je net op het randje loopt en kan zeggen, ik hou me aan die ideologie. Ja, ja. Maar dan heb je andere partijen die dat helemaal niet hebben. Ze noemen een paar punten op, of ze kijken af, links, rechts, en ze krabbelen alles bij elkaar. En zogenaamd is dat hun partijvisie of hun verkiezingsprogramma, noemen ze dat vaak. Niks is goed uitgewerkt. Ze hebben gewoon even links, rechts gekeken. Niks is goed uitgewerkt. Niks is goed doordacht. En als je het goed gaat doornemen, is niks in samenhang met elkaar. Ja, ja. En dat is dan gevaarlijk. Want als je zo'n partij hebt en die partij heeft dan ook nog mensen die alleen maar ja knikken, dan ga je ad hoc beleid maken. Je gaat een heleboel dingen door elkaar doen. En je hebt mensen op posities die alleen maar ja, amen zeggen. Dus niemand spreekt je tegen. Dus ook al zou je bij wijze van spreken onze zielen allemaal verkopen. Die mensen zouden gewoon meewerken met je. Ja. En daarom zeg ik steeds, het is belangrijk dat partijen gedwongen worden om niet gewoon een jaar voor de verkiezingen, maar continu ons te informeren over wat hun ideologie is, wat hun plannen zijn, en om dat uit te werken. En iedereen zegt ja, maar als we, want dat was ook het stokpaardje van de huidige partijen die aan de macht zijn, in het bijzonder de partij van de huidige president. We hebben een plan om Suriname te redden. Ik heb een plan, ik heb een plan. Vanaf dat is gezegd, heb ik gezegd, oké, waar is dat plan? Publiceer het. Ja, maar we gaan het nu niet publiceren, maar we hebben dat plan. Heleboel mensen zijn me komen zeggen, nee, maar dat plan is er. Ik zeg, heb je dat plan gezien? Ja, ze hebben, ik zeg, heb je dat plan gezien? Nee, ik ben niet erin gaan kijken, want we mochten niet, want ze zijn bang dat... Uiteindelijk zijn de verkiezingen gekomen. We hebben dat plan tot de dag van vandaag niet gezien. Het enige wat we hebben gezien, en dat heb ik van een heleboel mensen toegestuurd gekregen voor de vorige verkiezingen, is een soort partijprogrammaatje. Een aantal A4'tjes met een paar wenselijkheden, waarvan ik toevallig het overgrote deel kende, omdat ik wel eens bij Binnenlandse Zaken ben geweest om wat wetgevingsproducten op te vragen. En als je naar binnen liep, in het gebouw achter, had je rechts tegen de muur, had je groot uitgewerkt het meerjarenontwikkelingsplan van de NDP en de toenmalige regering. En die dingen die waren opgenomen, kwamen allemaal stuk voor stuk daarvoor. Gewoon letterlijk copy-paste. En daar is het dan niet vreemd dat je dat zo hebt, maar je hebt het niet uitgewerkt. Dus als je dan zo beleid gaat maken, maakt niet uit hoe goed je intenties ook zijn misschien, want misschien heb je goede intenties, maar ook als je op die manier beleid gaat maken, ga je spaak lopen. En daarom zeg ik, je moet ons vooraf informeren over wat je gaat doen. Als je zegt, je hebt een plan, publiceer het. Ja, ja. Als iemand het stilt, als jij het hebt gepubliceerd en het hebt behandeld met ons en wij hebben dat gezien, als de volgende persoon het stilt, weten we dat het van jou komt. Ja. En als je zegt, je bent een politieke partij voor ontwikkeling en voor verbroedering en voor vooruitgang, wat is je prioriteit? Is je prioriteit dat jij in die stoel moet zitten en het moet doen, of is de prioriteit dat het land goed moet draaien en tot ontwikkeling moet komen? Want dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Als je prioriteit is de ontwikkeling van Suriname, dan maakt het je in principe niet uit wie dat plan uitvoert. Het maakt je uit dat het plan wordt uitgevoerd. Het doet me denken aan meneer Belfort. En elke keer wanneer we vragen meneer Belfort, wat wilt u gaan doen? Ik weet wel wat ik wil doen. Maar mijn bossen zijn eten, anders gaan andere partijen het overnemen. Dus dat hoor je vaak bij bepaalde mensen. Dat denk je bij jezelf van, wil je dat Suriname gered wordt? Of moet jij noem Suriname? Ja, moet jij de Messias zijn? Ja. Toch, want we houden van de Messias. Daarom zie je als iemand goed en vlot kan praten en mooie verhalen kan vertellen, dan, hey, die voor pres, of ja man, Amandis Boeng, hij moet in de politiek. Maar niet iedereen hoeft in de politiek te gaan. Je hebt ook kritische denkers nodig buiten de politiek. Wat je eigenlijk moet hebben is die mensen die
in de politiek zijn, zijn goed misschien voor DNA en volksvertegenwoordigende functies, want ze zijn populair, ze hebben een beetje draagvlak, ze hebben contacten en ze hebben hun mensen. Ja. Maar mijn mening is dat je voor ministers een duidelijke functieomschrijving met strenge eisen moet hebben, minimale voorwaarden waaraan die mensen moeten voldoen. En voor mij zou een minister minimaal een HBO-diploma moeten hebben. Ja. En als het een HBO-diploma is, moet het een geaccrediteerd HBO-diploma zijn. Maar voor... hebben we dat trouwens nu, dat ministers... Nee, we hebben geen eisen. Ik weet niet... Ja, maar wat wij nu hebben aan ministers... Ik weet niet wat die ministers hebben. Het is nooit gepubliceerd. En dat is dus het tweede probleem. Ja, het wordt nooit bekendgemaakt. En het tweede is dat ik zeg, je moet onderscheid maken tussen politiek invulbare functies en strategische en uitvoerende functies. En ik heb geen probleem als je aan de macht komt en je moet bepaalde functies invullen. Dus ik zou bijvoorbeeld zeggen, als je komt aan de macht, dan kan je die minister sowieso invullen. En je kan 1 of 2 adviseurs voor de minister benoemen. Voor de directeur en de minister benoemen. Maar alles vanaf de directeur naar beneden, strenge functie eisen, en die mensen kregen een contract. Ze kregen proeftijd. Ze kregen 2 keer een jaar contract. En als ze het goed doen, en we moeten die kaders moeten ook vaststellen. En als het aan mij ligt, hebben we een ombudsman of een of ander orgaan dat we op een of andere manier invullen, zodat die een goede beoordeling kan doen van het functioneren van die persoon. Dus het moet niet gebeuren door die politieke partij of door die minister. Die minister krijgt wel inspraak, want die heeft day-to-day te maken met die dingen, met die directeur. Maar het moet gaan op basis van de werkprestatie. Dus je moet prestatiegericht gaan kijken. Krijgt die man de tools om zijn werk te doen? Ja. Heeft hij zijn werk gedaan met de tools die hij heeft gekregen? Zo ja, oké. Die man is goed daar en het gaat goed. Zo niet, het gaat niet goed. Brada, bedankt. Nieuwe sollicitatieronde. Als je het op die manier gaat doen, om de 5 jaar heb je niet het gedoe dat mensen thuis worden gezet. Wat je krijgt is, een nieuwe regering komt. Ze benoemen adviseurs, ze benoemen ministers en ze benoemen bepaalde functies binnen raden van commissarissen. Ik zou sowieso zeggen, je mag de pres komen en eventueel 1 of 2 leden nog benoemen. Maar de rest, laat het vanuit het tripartiet overleg of zo. En het moeten mensen zijn die ook aan bepaalde eisen voldoen. Ja. Ze moeten het denkvermogen hebben om die functie in te kunnen vullen. En wanneer je bedankt wordt na 5 jaren, dan gaan die mensen automatisch met je mee. Ja. We zijn ze niks verschuldigd meer. Ze weten dat het maar tijdelijk is. Als je door blijft aanzitten, dan kan je ervoor kiezen om die mensen daar aan te houden voor de komende 5 jaar nog. Maar wij zijn dan niet afhankelijk voor een lange termijn ontwikkelingsvisie van mensen die politiek ingevuld worden en weten dat ze anytime bedankt kunnen worden als ze in het belang van Suriname werken in plaats van in het belang van de partij. De partij. Ja, ik heb een vraag hier. Trouwens, als u een vraag hebt voor meneer Sheikh. Hoe is het weer? Sheikh. Want we gaan niet naar school, we gaan naar school. Dan kunt u dat even appen op het nummer 84-507. Voor nu gaan we de apps doen. Nou, wat is die naam alweer? Emmanuel. Beste heer Emmanuel, ik stel dat Surinamers zelf niet in staat zijn om Suriname tot ontwikkeling te brengen. Dat klopt niet. Beste is dat we terugkeren naar het moederland. Ik zeg dit omdat Surinamers al bijkans 50 jaar hebben bewezen dat niet te kunnen doen. Dat is een feit, schrijft deze persoon. De Surinamers zelf zijn corrupt tot en met. Keihard, zegt deze persoon dat. Kijk.
één ding dat je niet moet doen, gewoon, is generaliseren. Ja, je hebt een heleboel corrupte Surinamers en ja, je hebt een heleboel Surinamers die niet denken aan de ontwikkeling van het land en die niet bereid zijn om te werken aan de ontwikkeling van het land. Maar je hebt heel veel Surinamers die dat juist wel kunnen en willen. Het probleem is, het moment dat je met de politiek gaat bemoeien, heb je een probleem. Zeker bepaalde politieke partijen die een bepaalde reputatie en een bepaalde inborst hebben. Want er zijn genoeg kritische mensen, er zijn genoeg capabele mensen. Want anders hadden we al die bedrijven die er zijn en die goed draaien, ondanks de crisissituatie die we doormaken al zo lang, hadden we niet. Je hebt een heleboel goede mensen daar. Yeah. Je hebt een heleboel goede mensen die rondlopen, die adviseurs zijn en consultants zijn van buitenlandse bedrijven en buitenlandse regeringen, terwijl het Surinamers zijn, omdat ze daar wel ingezet worden ten behoeve van de ontwikkeling van iets. En daar gaat het wel om hun kennis en kunde, terwijl hier binnen de regering, binnen de uitvoerende macht, gaat het vooral om hoeveel keer ga je ja zeggen en wat en wie ga je voor me kunnen accommoderen als ik je daar zet. En dat is die denkwijze die wij moeten veranderen. En teruggaan naar het moederland is niet de optie. We zijn een onafhankelijke republiek. Dat is goed zo. Dat moet zo blijven. Wat wij moeten doen als samenleving is geen genoegen nemen met de mensen die daar zijn. We moeten eisen dat ze goed beleid voeren. We moeten eisen dat ze verantwoording afleggen. En we moeten niet wachten tot het ons te veel wordt en dan gaan we even op straat en na 2 dagen zijn we klaar, want dan gaan we weer werken, want anders hebben we niks te eten. Vanaf dag 1 moet je kritisch zijn. Vanaf het moment dat statuten worden gewijzigd om mensen te accommoderen, moet je zeggen tot hier en niet verder, moeten we met z'n allen protesteren. Ja, maar luisteren in de meeste gevallen niet, hè? Je weet het. Ja, men luistert niet omdat wat gebeurt. Er komt een nieuwe regering en iedereen denkt, oké, weet je, de vorige heeft het zodanig verpest, we moeten ze de benefit of the doubt geven. En dan doen we dat 2, 3, 4 maanden. In die 2, 3, 4 maanden hebben ze al zoveel dingen gedaan die niet door de beugel kunnen. Maar dan gaan we door. We blijven ze de benefit of the doubt geven. Een paar van ons worden boos en de rest zegt, ja, maar de vorige regering heeft het ook gedaan. Dus waarom word je boos? Dan gaat het door. Na een jaar is het, ja, het is veel erger dan we hadden gedacht. En dan wordt het, ja, maar je hebt gezien zo erg het was. Ze konden het zich toch ook niet voorstellen. Het land was helemaal failliet. Ten eerste, een land is nooit failliet. Geen enkel land kan failliet gaan, want je hebt een territorium. Je hebt natuurlijke hulpbronnen. En natuurlijke hulpbronnen zijn niet alleen hout, goud en bauxiet en dat soort dingen. Je hebt waterwegen, je hebt wind, afhankelijk van je ligging, je hebt zon. Het hangt ervan af hoe je ermee omgaat. Je kan ook op een andere manier met je land omgaan, waarbij je zegt, ik word een beetje een tax haven voor buitenlandse investeerders. Je kan hier je holdingmaatschappij opzetten. Dit zijn de tax incentives die we je geven. Als je massa krijgt daarbij, ook al is je tax laag, het helpt je ontwikkeling een beetje sturen. En er zijn genoeg landen die dat soort dingen hebben gedaan om lage taxes te hebben voor buitenlandse investeerders. Ja. En die zetten daar dan hun bedrijven op, betalen daar dan hun taxes, want het is veel lager dan in het land waar ze vandaan komen. En die bouwen dan hun ontwikkeling op. Je hebt ook andere landen die zeggen, we hebben niet zoveel natuurlijke hulpbronnen, maar wat we wel doen, is wat we hebben, investeren we goed om sectoren te ontwikkelen die niet afhankelijk zijn van die natuurlijke hulpbronnen. Of we kopen natuurlijke hulpbronnen in bij andere landen die zelf niet de behoefte hebben om die tot ontwikkeling te brengen. En wij brengen dat tot ontwikkeling. Wij vervaardigen eindproducten of halffabrikaat. En wij gaan dat uitzetten. En die meerwaarde is dan voor ons. Ja. Reagerend op Emmanuel, zegt iemand hier, de kritische mensen zitten allemaal in de oppositie. Wanneer ze in de coalitie zijn, zijn ze ja-knikkers. De VAP was voor 2020 kritisch, nu zijn ze ja-knikkers. De NDP'ers, of de NDP'er, was een ja-knikker en nu zijn ze kritisch. Als ze weer
regeermacht krijgen, worden ze weer ja-knikkers. Ik kan het zo voorspellen. Waarom nog door vertrouwen in deze politici? Ik heb absoluut niet gezegd dat je nog vertrouwen moet hebben in de politici. En ik zeg, het gaat om de mensen. Dus als je mensen hebt die bewezen hebben dat ze ja-knikkers zijn of dat ze gaan voor partijbelang of eigen belang in plaats van nationaal belang, dan zijn dat mensen waarop je sowieso niet moet stemmen. Zijn dat mensen die je sowieso niet de kans moet geven om het nog een keer te komen verpesten. Maar als er nieuwe mensen zijn die capabel zijn en van wie je ervan overtuigd bent dat zij het wel anders zullen of kunnen doen, ja, waarom geef je die mensen niet de kans in plaats van dat je populair gaat stemmen? En een... hoe begon die vraag weer? Die zegt van... als ze weer... Die persoon heeft een hele uitleg gegeven over mensen die kritisch zijn wanneer ze in de oppositie zijn en ja-knikkers zijn wanneer ze in de coalitie zijn. Er is een verschil tussen kritisch zijn en een commentator zijn. Oké. Als je kritisch bent, dan ga je inderdaad kritiek leveren, onderbouwd. Maar wanneer er goede dingen gedaan worden, dan ga je dat ook aangeven. Ja. Je gaat dat ook erkennen. Ja, ja. En wanneer er een goed initiatief is, dan ga je niet er tegen zijn, ga je niet er tegen stemmen, omdat het niet van jouw partij of jouw mensen is. Mm-hmm. Maar je gaat juist ervoor stemmen of je gaat juist proberen om iets goeds ervan te maken. En soms ga je een compromise moeten sluiten waarbij je zegt van, hey, weet je, het is niet helemaal zoals ik het zou willen, maar het is wel goed of goed genoeg voor de samenleving, voor het land, dat ik het wel ga ondersteunen. En ik zal mijn best doen om mensen te overtuigen, te motiveren en zover te krijgen dat we alsnog die wijzigingen waarvan ik zeg dat ze belangrijk zijn, om die erin te krijgen. Maar als je tegen alles bent omdat het niet van jou is en niet van je mensen is, want je zit aan de overkant, je bent in de oppositie, dus je hebt commentaar op alles, je bent tegen alles, niks kunnen ze goed doen in je ogen, dan is het verwachtbaar dat als die tafel gedraaid is, bij wijze van spreken, dat je ook een ja-knikker gaat worden. En ik ben altijd tegen dat soort dingen geweest. En mijn persoonlijke mening over hoe wij volksvertegenwoordigers kiezen en hoe wij, hoe onze president en zo gekozen worden en de termijnen. Voor mij is het op RR-niveau, resortniveau, jaarlijks, binnen het resort. DR-niveau, tweejaarlijks, binnen het district. Ja. DNA om de 4 jaren en regering om de 5 jaren. Waardoor je steeds een soort van overlapping krijgt, waardoor je ook voorkomt dat je steeds alleen maar mensen van dezelfde groep of van dezelfde partijen hebt die dat beleid sturen. Waardoor dat gedoe met al die ja-knikkers en zo, dat dat een beetje gaat ophouden. Maar dat moet je via de wet doen, hè? Ja, en daar gaan ze nooit voor. Want ja, dat bedoel ik, dat wil ik net zeggen. Maar dat is iets dat wij als samenleving moeten eisen. Wij moeten, net als hoe het is gegaan met die regering van Weidenbos, moeten we één geheel vormen. We moeten het erover eens zijn dat we daadwerkelijk verandering willen en ontwikkeling voor Suriname. En dan moeten we met z'n allen dat gaan eisen. Ja. En de manier hoe het moet gebeuren, 1, die wijziging moet komen van die wetgeving, zodat we regulier onze RR en DR-leden kunnen kiezen, zodat ze daadwerkelijk gaan werken. En je wordt alleen herkozen natuurlijk binnen je district of binnen je resort, als je daadwerkelijk je schouders onder het werk zet. En het tweede is dat wij moeten eisen dat wij, net als hoe we voor een grondwet hebben gekozen in 87 door een referendum, dat iedereen binnen de samenleving die een bijdrage kan leveren,
en een ontwikkelingsplan, een ontwikkelingsvisie en een ontwikkelingspunt voor Suriname over 30 jaar of over 50 jaar. Dat we die mensen betrekken om iets te maken waar wij zeggen, dat is waar wij als samenleving voor gaan stemmen of dat de richting is waarvan wij zeggen, die richting willen we opgaan met Suriname. Ja. En dat we een referendum houden. Als dat het is, dan geldt dat, en dat moet ook wettelijk vastgesteld worden, is dat het kader waarbinnen any regering die komt zich moet bewegen. Waarbinnen any assemblée die er is zich moet bewegen voor die periode als het gaat om wetgeving. En dan heb je heel weinig mogelijkheden voor afwijking, want we werken naar ontwikkeling. We hebben al een National Agriculture Master Plan. Dus voor agriculture is er al helemaal tot in de details uitgewerkt. Wat we moeten doen, wat er moet gebeuren, op welk termijn, wat. En dat moeten we voor verschillende sectoren hebben. We hebben het voor agriculture, we moeten het voor onderwijs hebben. We moeten het voor justitie en veiligheid hebben. En dat moeten we gaan combinen. Sommige dingen ga je niet te gedetailleerd kunnen uitgeven, want het is ook niet voor de buitenwereld om te weten. Ja. Maar de kaders, die zijn wel belangrijk, zodat we allemaal weten waar we naartoe gaan, wat onze bijdrage moet zijn en hoe we mensen moeten controleren. Oké. Okay. We hebben gesproken over de oude politieke partijen en je hebt een heel mooi voorbeeld gegeven van bijvoorbeeld wat je hebt, weet je. Je weet, dit is wat ik heb. Ja. Wat we al gezien hebben wat politieke partijen betreft in de regeringen, weten wij ook, ja. Toch? Nu wil ik dus dan kijken naar de nieuwe politieke partijen. Politieke partijen die nog niet de ruimte hebben gehad, mm-hmm, om zichzelf te laten zien, ja, binnen het machtscentrum. En dan kijken we naar de politieke partijen die nu opkomen, bijvoorbeeld A20 en DA91, trouwens die was er al, maar nu in een nieuwe vorm. Maar zo kun je verder gaan met al die nieuwe politieke partijen, pro, noem maar op, die we nu hebben. Als je zo kijkt naar het totale, hè, ziet u wel iets daar waar Suriname kan zeggen van, hey, er is een alternatief? Er zijn genoeg alternatieven. En ik ben iemand, ik hou ervan om met mensen te praten. Ik hou ervan om met mensen in discussie te gaan. En vooral over maatschappelijke topics, zwaarwichtige topics. Daar kan ik diep in discussie gaan en dan kan ik doorvragen. En dan kan ik mensen challengen. En ik heb mensen gezien die potentie hebben om een goede bijdrage te leveren. Maar ik heb die mensen ook gezegd, en dat bleef ik zeggen, ik kan het inzien, mm-hmm, omdat ik een conversatie met je heb. Maar niet iedereen is in die gelegenheid om dat te doen. En niet iedereen gaat ook in die gelegenheid zijn om dat te doen. Wat je wel moet hebben, is iets concreets op papier, waar mensen je alvast op kunnen toetsen. En dan moet je dat overal waar je maar kan, en dat heb ik vanaf voor de verkiezingen van 2020 gezegd aan een heleboel. En ik zeg het tot de dag van vandaag. Voor de verkiezingen moet je al overal waar je kan, moet je erover gaan praten. Moet je het presenteren. Moet je de samenleving in de gelegenheid stellen om je vragen te stellen, om hun kritiek te geven erop. En waar je moet bijstellen, moet je bijstellen. En waar het onnodige kritiek is, omdat mensen kritiek willen leveren om je te breken gewoon, terwijl het inhoudelijk niks uitmaakt, dat moet je gewoon laten. Maar dan laat je ook zien dat jij hebt nagedacht over, ja, wat je gaat doen. Dat mensen niet het idee hebben dat je de volgende gelukszoeker bent. Die denkt van, oh, ik ga even een mooi praatje komen geven. En ze zijn toch boos op die ene, dus ik maak kans en dan kan ik me voelen. En ik heb gemerkt dat een heleboel nieuwe politieke partijen, nieuwe politici, dat nog steeds niet begrepen. Dat het gaat om concrete zaken. En de samenleving maakt wel die mindshift, nu heb ik gemerkt, ja, ja, naar concrete zaken. Ze zoeken houvast en ze zoeken iets op basis waarvan ze je kunnen beoordelen. En op basis waarvan zij een kritisch besluit kunnen nemen. Ja, maar de mensen die echt stemmen, hè, hoor je ook vaak, zijn mensen die in
de, ik wil niet zeggen achtergestelde of ghetto buurten, maar mensen van Flora, Rangu, dat is mijn stem voor. Maar zijn mensen van... Zij, precies, nee, maar kijk, je praat over iets op papier zetten, mensen moeten gaan lezen. We kennen onze mensen. Dus maar dat nog dan alleen filiëtjes aan toe zien. Je moet rechtstreeks tot ze praten en je moet die taal van hun kunnen spreken. Maar, hoe doe je dat? Luister, zijn mensen van Flora en Rango en zo dom? Nee, het zijn ik heb dat niet gezegd. Nee. Ik heb dat niet gezegd. Ik ga mijn punt maken. Oké. Okay. Het zijn geen domme mensen. Nee, tuurlijk niet. Het zijn achtergestelde buurten, omdat we als samenleving, als regering, hebben we die buurten achtergesteld gehouden. Ja. Toch? Maar die mensen kunnen wel lezen, ze kunnen wel nadenken en... Als je weet dat ze niet zoveel van lezen houden, dan ga je het minder intensief maken. Dan ga je meer puntsgewijs die dingen vastleggen. Maar ik zeg daarom ook, overal waar je kan gaan om over te praten en om het te presenteren, moet je gaan. Ja. Dus als je weet dat mensen van Flora en Rangu naar BT luisteren of naar DTV Express kijken, dan ga je daar en dan ga je praten erover. En dan stel je ze ook in de gelegenheid om vragen te stellen. Je zet die dingen deels geweest, zet je ze op social media en je vraagt om het te delen. Ja. Af en toe ga je naar ontwikkelingsbuurten, je gaat naar die ontwikkelingscentra die er zijn. En je gaat daar proberen te praten met jongeren. Je kan kijken of er buurtorganisaties zijn met wie je iets kan organiseren dat mensen in de gelegenheid gesteld worden om vragen te stellen of hun bijdrage te leveren aan datgene dat jij al op papier hebt. Maar je moet ergens beginnen. Je hebt niet voor alles een heleboel geld nodig. Sowieso. Maar als je gewoon zit en niks doet en denkt, oké, weet je wanneer de verkiezingen komen, dan moet ik geen bari of dan ga ik kijken wat die mannen allemaal verkeerd hebben gedaan. En dan ga ik dat noteren. Dan ga ik het allemaal opnoemen. En zeggen dat ik dat niet ga doen. Want ik ga het beter doen. En het is de oude politiek. Ik ben nieuw. Dat werkt niet. Maar kort dag voor de verkiezingen van 2025. Om dit gerealiseerd te krijgen. Dat mensen dus dan bewust worden. Dat je Tjara nieuws is. Maar lukt het nog voor de nieuwe politieke partijen? Het kan nog, maar ze moeten nu beginnen, want ze zijn eigenlijk al redelijk laat. Laat, dat bedoel ik. Ik heb vanaf 2020, toen die nieuwe regering er was, heb ik gezegd, de nieuwe politieke partijen en de nieuwe politici die het niet hebben gehaald, dit is het moment om te beginnen richting de komende verkiezingen. En dit is het moment om met mensen te gaan praten en mensen te laten zien dat jij een alternatief bent of niet. Ja, we hebben weinig tijd om alles te bespreken hoor. We hebben nog 11 minuten, dan zijn we al 1 uur bezig. Maar goed, ik heb een vraag hier. Suriname ontwikkelen is niet moeilijk, maar er is sprake van politieke onwil, schrijft iemand hier. Suriname bezit genoeg kader, maar er is geen plek voor ze in Suriname. Binnen Suriname is er plek voor friends en family. Kijk maar hoe het buitenland naar kennis komt wikkelen. Dit is bewijs dat er voldoende kennis binnen Suriname is. Controle op de Surinaamse regering is ook heel moeilijk. Mensen worden overnight miljonairs en er is niemand die ze controleert. Suriname wordt, naar mijn mening, bewust achtergehouden. Ik heb een universitaire achtergrond. Politieke partijen in Suriname werken om de verkiezingen te winnen, niet om Suriname vooruit te brengen. Gerald, ik heb Suriname ook persoonlijk verlaten, schrijft iemand hier. Ik ben het volledig eens met die persoon. Dat is het enige wat ik erover hoef te zeggen. Ja. Die persoon heeft gewoon concreet aangegeven wat het is. En dat is het. Ja. Die politieke partijen die in de regering zijn, die werken om verkiezingen te winnen. Die andere politieke partijen die er niet in zijn, die werken om verkiezingen te winnen. Je hebt misschien een enkeling ertussen die daadwerkelijk een hart op de juiste plek heeft en wil gaan voor die ontwikkeling van het land. En als je ziet wie allemaal benoemd wordt in bepaalde functies en wie adviseurs zijn en wie betrokken wordt bij het maken van beleid. Of ze lijken op ze, of ze zijn vrienden, of ze zijn familie. Of ze zijn aangewezen door sponsoren. Ja. Anybody else komt niet aan de macht.
toen deze regering aantrad, althans toen ze bezig waren die coalitie te vormen, heeft de VHP gezegd, we gaan met iedereen samenwerken. En ze hebben registratielijsten rondgestuurd. Mensen moesten hun cv's opsturen en hun huidige functies. En waar ze het beleid zouden kunnen ondersteunen. Wat hebben ze daarmee gedaan? Ah, joh. Ik kan me nog huren dat ze dat hebben gevraagd, ja. Niets. Niets. Waar zijn al die mensen die we kennen, die kritisch zijn, die goed denkvermogen hebben? Mensen die ook gewoon goede functies invullen en een goede bijdrage zouden kunnen leveren. Een heleboel van die mensen, die zijn in het buitenland, want daar worden ze wel gewaardeerd. Ja, ja. Daar worden ze wel ingezet en daar worden ze goed betaald. En ze komen af en toe dan op vakantie naar Suriname. En iedereen is dan van, ja, als alle goede mensen weggaan, dan wie blijft er over? Maar als we als collectief steeds verkeerde keuzes maken bij het kiezen van onze vertegenwoordigers en indirect bij het kiezen van onze leiders, moeten we niet vreemd opkijken als mensen die hebben geïnvesteerd in zichzelf, in hun eigen ontwikkeling en die een goede toekomst voor zichzelf en hun nageslacht willen, als die hun biezen pakken en vertrekken. Ja. Ik ben er nog, want ik heb zoiets aan. Je bent er nog. Ik ben er nog. Dat wil zeggen dat je gaat. Voorheen zei ik ga Suriname niet verlaten, maar op dit moment ben ik er nog. Ik overweeg of het waard is om te blijven in Suriname of niet. En die verkiezingen volgend jaar, die zullen waarschijnlijk een beslissende factor voor mij zijn. Ja. Want ik heb geen zin om door te blijven modderen hier met mensen die alleen maar daar zijn om het land te vernietigen. Ja, ja. Suriname is ter verkoop aangeboden momenteel. Mm-hmm. We willen alles gratis weggeven aan Mennonieten en via een heleboel vormen constructies aan friends and family, zodat mensen geld kunnen maken. We hebben die grondconversie die gebruikt wordt nu om overnight ook miljonairs te creëren en zaken te ontnemen aan de staat, zodat we campagnes kunnen financieren en geld kunnen witwassen, want dat is het gewoon. Ja, ja. En mensen zijn rustig en we laten het over ons heen komen. Soms voel ik me als een schreeuwende in de woestijn. Je hebt een paar mensen die ik nog niet, bezig ik hou niet ervan wanneer jullie aangeven, velen van jullie aangeven, mensen zijn rustig. Ik zie het anders. Ik denk dat mensen onmachtig zijn. Mensen zijn niet onmachtig. Ik heb dat gevoel. Dat mensen onmachtig zijn en denken van, wie sami otaki en wie sami odu. Er komt geen verandering. Op geen moment neem je die houding van, weet je wat? Udu tori. Weet je wat, en daar krijg je dat van onmachtig zijn tegen. Weet je wat de basis is van een democratie? De basis van een democratie is dat het volk regeert. Mm-hmm. En het volk in Suriname moet hun positie innemen en ze moeten gaan regeren. Ze moeten verantwoording opeisen van die beleidsmakers, van die volksvertegenwoordigers. En ze moeten afrekenen met wat niet goed gaat. Dat is wat ze moeten doen als samenleving. Ze moeten niet wachten of stil zijn of denken van de verkiezingen zijn er straks. Ja, de verkiezingen zijn er straks, dus je hoeft misschien niet op straat te gaan. Mm-hmm, ja. Maar die mensen gaan dadelijk langs je huis komen. Daar moet je met ze afrekenen. Wanneer je ze tegenkomt in de winkel, daar moet je ze afrekenen. Wanneer een minister zegt dat vuilophaal niet gegarandeerd is over 6 maanden, met hun moet je afrekenen. Je ziet wat er gebeurt in Frankrijk met die boeren. Die boeren zijn boos. Overal dumpen ze hun mest en alles in winkels. Ze zijn bijna bij Parijs. De Franse revolutie is een bloedbad geweest. Mensen zijn verhangen, mensen zijn levend verbrand, mensen zijn vermoord. En het gaat om mensen in goede posities in de leiding van het land, omdat het volk genoeg had ervan. En daarom zie je het moment dat het dreigt te escaleren in Frankrijk, dat het volk wel zijn zin krijgt, omdat ze weten wat er aan vooraf gegaan is. Ja. Hier zijn we koers, we laten alles maar. Als die boeren het niet eens zijn met beleid van de regering, waarom nemen ze niet alle koeien mest en gaan ze dumpen voor de deur van de president of wat? Bij wijze van spreken. Ja, ik zeg niet dat ze dat moeten doen. Maar bedenk iets. Waarom blokkeer je niet gewoon de weg naar Sanderij? Ja. De ingang. Met z'n allen gewoon als collectief om een punt te bewijzen. Niks doen we. We klagen even, we gaan naar een programma hier en dan zijn we klaar. Of we worden uitgenodigd voor een gesprek en dan is de...
is de actie En ze zeggen ook van, we voeren actie om een gesprek te krijgen met de president. Ik dacht, oké, dat is het. Ja, maar dat is dom, want een actie, een staking is het ultiem pakketje. Mm-hmm. Dat is de laatste stap. Als je niks anders hebt, dan ga je actie voeren. Je voert geen actie om een gesprek te krijgen. Je voert actie om daden af te dwingen. Ja. We hebben gesproken. Uiteindelijk heb ik eenzijdig gesproken, want je reageerde niet of je hebt geen gehoor gegeven. Brada, nu is het tijd voor actie. Ik voer actie. En totdat je actie hebt gevoerd en actie voeren van jou betekent, word bij de daadvoeger. Je moet iets doen wat ik je heb gevraagd. Als je het niet hebt gedaan, je moet niet met me komen praten. Ja. Tenzij je me zegt, ik heb het gedaan. That's it. Duidelijke taal. We moeten eruit, meneer Emmanuel. Ik wil je bedanken voor het willen komen naar het studio. Yes, thank you for was having me. Was weer echt een genoegen. Dank je wel. En zo hebben wij geleerd. Iemand schreef hier, nou, ik luister graag naar Emmanuel. Want elke keer leer ik van hem. Dat is mooi. Ja, thank you. Mooi. We gaan eruit voor wat deze uitzending betreft. Ik bedank je voor het willen kijken. Roberto Armskerk is de cameraman en de technicus vandaag alweer. We zijn er later met meer nieuws. Ik ben Jarl Haderwijk, tot zo.